Ja, oké. Okay. Dat was het voor nu. Ja? Perfect. Gaan we naar deel 3. Is universeel denken en handelen binnen de mensheid. En we hebben hier 4 punten die we willen aanraken. Is elke groep is een orgaan binnen een grotere groep? Waarom ontstaan groepen? Waarom worden ze herboren? En waarom vallen ze uiteen? Hoe, dat is een keuze, sterk of zwak, maken wij onze band met een groep? En tenslotte, wat kan een mens, met hoofdletter M, een complete mens, dus een groep, hoofdletter G, oftewel de universele kant van de groep en de minder universele, wat kunnen wij ontplooien? Het 4e aspect van deel 3. Elke groep is een orgaan binnen een grotere groep. Het is een levend deel, een functioneel orgaan van een, je zou kunnen zeggen, van een grotere gemeenschap. En dat zien we overal in de natuur. Wij als mensheid, die zijn daarop geen uitzondering. Immers, heel simpel, een gezin is meestal deel van een grotere familie. Dat gezin is ook deel van een wijk en een woonplaats. Die woonplaats maakt natuurlijk deel uit van een land en is daar ook echt een belangrijk orgaan in dat land. Een land is eigenlijk echt een orgaan van de internationale verbanden. Ook al zullen weinig landen dat beseffen en elke dagelijks herinneren. En volgens de theosofie, zoals we al zeiden, zijn wij als mensheid maar één orgaan binnen de totale levenssfeer van de planeet Aarde. Want we hebben andere organen als het dierenrijk en het godenrijk en de boeddha's. En dat alles zou met zijn geheel eigenlijk elkaar moeten stimuleren. Wij mensen, zegt de theosofie, zijn een onmisbare schakel binnen dat planetaire samenwerkingsverband. Dat uiteindelijk al geleid wordt door een topwezen. Een meest, je zou kunnen zeggen, een topboeddha. Die een kosmisch bewustzijn. En er is een stroom van wijsheid die vanuit dat wezen via de hogere natuurrijken, via de mensheid, verder gaat binnen de mensheid. En als het goed is, alle mensen bereikt. En dan zelfs nog doorgaat naar de dieren. We gaan door. Onze levende planeet is een cel of een orgaan van ons levende zonnestelsel. En, je voelt het al aan, zonnestelsel kunnen we echt zien als een cel binnen het enorme hoeveelheid leven in een melkweg. En zo gaat het volgens de theosofie steeds door, eindeloos lang richting het grote en eindeloos lang richting het kleine. En wat betekent dat? Lid zijn van een kleine groep zou dus betekenen dat we doelen stellen die wel afgestemd zijn op de doelen van de grotere groepen waarin wij een rol vervullen. Aan ons mensen dus, om zo te leven dat wij een bijdrage leveren aan de hele planeet. En aan de hele mensheid en aan ons heel ons land. Dat klinkt misschien hooggegrepen, maar het is in feite niets anders dan een kwestie van een houding. Je ziet jezelf nooit alleen maar als deel van één groep, zoals één gezin. Maar bijvoorbeeld ben je een gezin die woont in een hoge flat met heel veel buren. Dan zie je jezelf ook nadrukkelijk als een deel, een levend deel van die hele flat. Want je hebt hartstikke veel met elkaar te maken. En je helpt de andere flatbewoners als die ondersteuning nodig hebben. Helpen met echte hulp of misschien met waarschuwingen. Of misschien met kijken wat voor problemen er zijn. Een schoolbestuur is natuurlijk verantwoordelijk voor het hele gebeuren in een school. En dat is al heel wat. Maar hij ziet zich ook als een integraal deel van de wijk. En het zou, en als schoolbestuur kan je dus je school en die wijk zo met elkaar verweven dat de school echt een soort mini-samenleving wordt. Burgers van de gemeente waarin heel veel religies leven. Sorry, mensen met heel veel religies leven. En in welke gemeente is dat niet? Die zullen ongetwijfeld zorgen voor communicatie binnen die groepen. Dan doen ze, zijn ze zinvol bezig als gemeente. Maar wat je ook kan doen, ruimer denken. Bijvoorbeeld, jaarlijks een grote bijeenkomst houden
waarbij je denkers uitnodigt, ook denkers van buiten de gemeente, misschien wel uit het buitenland, die al vele jaren actief zijn met het zoeken naar de gemeenschappelijke beginselen in alle religies. En dan heb je eigenlijk, met die houding, heb je eigenlijk iets bereikt in jouw gemeente, wat tegelijkertijd ook van belang is voor het land en voor de hele mensheid. Het is dus een soort houding. Het is een soort houding van denk universeel, handel lokaal. En dat kunnen we allemaal. En initiatieven bijvoorbeeld, als wij noemden, bijvoorbeeld bij dat schoolbestuur en bij dat congres, die kunnen best wel nationaal en internationaal uiteindelijk interesse gaan wekken. Dan wil men het ook eens meemaken van buiten. Tweede gedachte. Waarom ontstaan groepen? Worden ze herboren en vallen ze uiteen? Nou, dat ontstaan, dat hebben we al verteld. Eerdere mensen worden tot elkaar aangetrokken, omdat ze allemaal toe zijn aan een bepaald soort lessen. Lessen die ene groep kan bieden. Dus groepen ontstaan door de onderlinge aantrekking van wezens die aan dezelfde evolutionaire lessen toe zijn. Nou worden groepen ook herboren. Simpelweg hierom. Groepen worden wedergeboren omdat de groepsleden steeds wedergeboren worden. Reïncarnatie is er. En hun eigen karakters en attracties meenemen van voorgaande levens. Oftewel, hebben wij banden opgebouwd met andere mensen, werkten we samen in een groep, dan zullen we met zekerheid in het volgende leven of één van de volgende levens elkaar weer ontmoeten. En eigenlijk als groep weer doorgaan op het punt waar we waren toen we, als het ware, in die vroegere tijd de groep uiteenviel. Wat betekent dat? Dat wij als reïncarnerende ego's, als wederbelichamende mensen, eigenlijk altijd in groepen worden wedergeboren. Dat heb je niet door, maar het is een feit in de natuur. We zitten tezamen met bepaalde andere menselijke ego's. Het gaat om groepen, golven van mensen die vroeger een band met elkaar hebben opgebouwd en die nu tot dezelfde conditie van de planeet en in dezelfde levensperiode worden aangetrokken. We worden ongeveer gelijktijdig geboren met onze vroegere vrienden en vijanden. Groepen worden dus net als mensen herboren, waarbij de betrokkenen elkaar tijdens hun levenscyclus zullen ontmoeten en zullen samenwerken en de relatie kunnen verbeteren als ze daarvoor kiezen. Waarom voelen groepen uiteen? Er bestaan twee situaties. Groepen vallen definitief uiteen als er niemand meer is die de lessen van die leerschool nodig heeft. Dan zijn de hele oorzaken voor het ontstaan van de groep verdwenen. En omdat alle mensen nu bezig zijn met het ontplooien van andere eigenschappen. Om een voorbeeld te geven op de langere termijn hoor. Denk eens aan een jagersvereniging. Of, nou ja, een jagersvereniging is een club van mensen die graag voor hun plezier op dieren jagen. Ik denk ook eens even aan de vele bedrijven die er nu zijn. Belastingconsulenten die andere mensen helpen om zo min mogelijk belasting te betalen. Dergelijke groepen gaan in de toekomst beslist definitief verdwijnen als de visie van de mensheid een stapje verder ontwikkeld is. Want dan heeft iedereen begrepen dat dierlijke wezens gelijkwaardig zijn. En heeft ook iedereen begrepen dat wij vanzelfsprekend allemaal naar draagkracht bijdragen aan publieke werken. En daar is helemaal geen twijfel meer over. Dus dat soort groepen vallen definitief uiteen. Groepen vallen tijdelijk uiteen omdat de betrokkenen voor enige tijd meer aantrekkingskracht voelen tot het ontplooien van een ander aspect van hun bewustzijn. Nou, dat is een hele mond vol en dat klinkt ingewikkeld, maar het is heel simpel. Het is eigenlijk iets wat we voortdurend om ons heen zien. Denk alleen al aan onze bezigheden overdag. We doen niets van onze bezigheden 24 uur achter elkaar, maar we wisselen ze af. We hebben bepaalde uren zorg voor onze kinderen. Misschien voor onze tuin of misschien voor de wijk, voor de buren. We hebben misschien momenten van praktisch werk thuis. We hebben onze taken in de samenleving, ons werk, vrijwilligerswerk.
Kortom, dat wisselt elkaar af. Als het gebouw van een organisatie 's avonds leeg staat, is dat maar voor een paar uur. Want de volgende dag stromen de mensen weer toe en worden de teams herboren. Precies op het karmische punt waar ze het eind van de dag daarvoor waren gebleven. Wat geldt in het klein, geldt in het groot. Denk bijvoorbeeld aan hele grote culturen als die hele van het oude Egypte. En die zullen met absolute zekerheid ooit een keer terugkeren. Omdat de mensen die dat cultuur maakten, bouwden en vormden, als het ware herboren worden. En hun eigen wijsheid en ook misschien wel zwakheden meenemen. En dan ontstaat er weer een soortzelfde Egyptische cultuur. Alleen de buitenkant kan totaal anders zijn, maar de karakteristiek, die is hetzelfde. Dus, wat betekent dat? Als we praten over onze eigen samenleving, die is herboren. Wij zelf waren in vroegere levens een van de bedenkers en de vormgevers van onze huidige samenleving. En wij worden daarom herboren samen met al onze medemensen die hier die samenleving vormen. Kortom zegt de theosofie, alleen maar mopperen op de regering of op de jeugd van tegenwoordig of op andere onderdelen van de samenleving zonder zelf iets op te bouwen of goede gedachten te hebben voor een constructieve verbetering, dat alles draagt helemaal niks bij. Terwijl we aankijken tegen een situatie die een spiegel is van onszelf. Een situatie waaraan we namelijk zelf hebben bijgedragen. En dat betekent dat alle dingen die nu in onze samenleving gebeuren niet los van onze eigen rol staan. Laten we dus niet onverschillig zijn, maar onze bijdrage leveren. Waardoor we waar disharmonie en problemen zijn, als het ware kunnen kijken of we daar een impuls aan kunnen geven. En dat is het enige wat wij kunnen doen, maar wel datgene wat we werkelijk kunnen doen. Impulsen geven in een harmonische richting in onze samenleving. En dat zijn zaden die vroeg of laat karma zullen uitwerken en op een gegeven moment zullen uitgroeien tot, ja, je zou zeggen, steeds grotere groepen mensen en steeds meer andere manier van met elkaar samenleven. We bouwen nu de samenleving van volgende incarnaties. En dat betekent dat wij eigenlijk door onze huidige gedachten, hoe wij nu reageren, dat we eigenlijk heel precies kunnen voorspellen hoe die toekomstige samenleving eruit zal zien. Door na te gaan wat de karakteristiek is van de oorzaken die wij nu leggen door ons denken en handelen. Hoe sterk zwak maken we onze band met een groep? Want we hebben eigenlijk die keuze, hè? We leven in groepen, oké. Maar hoe sterk maken we die band? We hebben altijd de keuze om ons band te versterken of misschien losser te maken door ons meer te oriënteren op andere aspecten van het leven. Hoe dan ook, hoe sterker de band die we met een groep aangaan, hoe groter wel onze verantwoordelijkheid die wij naar de hele groep hebben en al zijn teamleden. En als we ons dan willen losmaken, moeten we dat dan ook wijs doen, geleidelijk, zodat niemand eronder lijdt. Denk maar simpelweg aan degene die pas weggaat bij een werk als er goede vervangers zijn. Tenminste, als hij die kans krijgt om vervangers in te werken. Je kunt de mate waarin we ons committeren in een groep, kun je eigenlijk een klein beetje in 3 stappen verdelen. Heel globaal hoor. Eerst de meest intensieve stap, dan behoor je tot de kern van de groep. Dan zit je dicht bij het vuur. Dan ben je bijvoorbeeld een van de organisatoren, een van de dragers van de organisatie. Je kan ook, stap 2, gewoon een medewerker zijn. Iemand die wel enorm helpt, samen met de andere medewerkers, waardoor de hele zaak wel loopt. En de derde stap is dat je eigenlijk nog in de fase bent dat je kennis wil maken met een groep, zonder je te binden. Dat je bijvoorbeeld een gast ervan bent, een bezoeker, of zo nu en dan een vrijwilliger bent. Kortom, we kunnen deel zijn van de kern, van de trekker, een medewerker zijn of iemand die kennis maakt zo nu en dan. En ditzelfde verschil willen we even laten merken
kunnen we ook in de hele natuur zien. En dan noem ik het voorbeeld van ons zonnestelsel, waarvan we al zeiden dat is een groots levende gemeenschap. Een kosmische groep wezens. Het zonnewezen, de goddelijke wezen achter de zon, die heeft een centrale rol. En daarmee de allergrootste verantwoordelijkheid, de plicht om continu elke seconde te werken aan het welzijn en de innerlijke groei van alle wezens van het zonnestelsel. Dan zijn er de planeetwezens die deel uitmaken van dat zonnestelsel, net als de aarde, een soort orgaan ervan zijn. Ook die zijn kosmische wezens met een grote verantwoordelijkheid, maar toch wel aanmerkelijk kleiner dan van een zonnewezen, omdat ze een intermediaire rol spelen. En ten derde zijn er de kometen, wat de lichamen zijn van kosmische wezens. En de theosofie zegt dat zijn wezens die bezig zijn met een geboorteproces. Dus bijvoorbeeld bezig zijn een planeet tot een volwassen planeet uit te groeien. Wel nu, die kometen, die zijn onze gasten. En je hebt twee soorten. Je hebt kometen die om de zoveel tijd weer als gast terugkomen, om de 80 jaar, om de 300 jaar, periodieke kometen. En een ander deel die brengt eenmalig een bezoek aan ons zonnestelsel. En als hij het overleeft, dan vertrekt hij weer en dan heeft hij intensieve wisselwerking gehad in onze groep. Heeft er een aantal dingen van opgestoken, maar zijn werkelijke taak is heel ergens anders in de Melkweg en daar gaat hij dan heen. Kortom, kometen zijn gasten. U kunt zich dagelijks de vraag stellen, te midden van uw leven en actiekringen, waar kies ik voor hier? Een zon zijn, een planeet zijn of een komeet zijn? Maar dat betekent wel dat u daar de consequenties vrijwillig van op u neemt. En een zeer lastig besluit bij groepen is altijd, blijven we of vertrekken we als onze organisatie, ons land of onze groep zich in een richting ontwikkelt die we niet kunnen verenigen met onze ethiek, met onze inzichten, met ons idee van wat eigenlijk de taak naar anderen toe van de groep is. Stel dat we bijvoorbeeld in een land leven waarin het door geweld, door onderdrukking steeds moeilijker wordt om je als zelfstandige denker te gedragen. Mystiek zelfstandig, of mentaal zelfstandig, of maatschappelijk zelfstandig, en meestal alle drie. Blijven we dan, of verlaten we ons land? Dat is een vraag van groot belang, ethisch belang, want waar ligt je plicht? Ja, zijn er bijvoorbeeld toch nog potenties? Zie je nog mogelijkheden? Hoopvolle ontwikkelingen? Misschien niet binnen 1 jaar, maar misschien binnen een aantal jaren. Zodat je ervoor kiest om te zeggen, ik blijf hier. Ik verlaat de medemensen hier van mijn groep niet. Of kom je op een gegeven moment tot de conclusie dat die potenties langdurig zo klein zijn, dat je eigenlijk meer kan betekenen door uit je land te gaan. Buiten de grenzen ervan. En een vluchteling te worden of op een andere manier vanuit het buitenland te werken. Misschien ten behoeve van het buitenland of ook vanuit het buitenland te werken ten behoeve van je vroegere landgenoten. U merkt het al, voor dit soort besluiten kunnen er geen standaardregels zijn. Die keuze kunnen we alleen maar zelf nemen door onze beste inzichten te volgen. Waarbij de plicht van de een niet automatisch de plicht van een ander is. Precies dezelfde beslissingen heb je te nemen als een organisatie, bijvoorbeeld je eigen werking, zich op een bepaalde manier ontwikkelt die volgens jou ethisch onjuist is. Merk je op een gegeven moment dat er in jouw grote bedrijf, ja, ik noem maar wat, toch geïnvesteerd wordt in de wapenindustrie, blijf je of blijf je niet? Zie je mogelijkheden om het aan te kaarten? Zie je mogelijkheden om te bespreken? Mogelijkheden om eerst samen met anderen te kijken of het niet zonder dat soort zaken kan? Ja, dan heb je goede reden om te blijven. Om eerst het al het nodige ervan te proberen. En misschien als dat dan niet lukt om te zeggen, ja, dan houdt het op. Maar een afweging kan de ander niet maken. Ten slotte, mensen, wat kan een mens
ontplooien. En dus een groep ontplooien. We zeiden al, die universele broederschap, die is een feit vanwege die verbondenheid van alle wezens. Wij mensen die zijn feitelijk op elkaar aangewezen. En alle groepen binnen de mensheid die hebben elkaar nodig. En dan heb ik soms wel eens het voorbeeld, stel ik me voor dat wij als mensheid te vergelijken zijn met een groepje mensen die met een aantal auto's samen door de Sahara reizen. U weet het, dat wordt meestal, die verzamelen zich meestal aan de rand van de Sahara om samen er doorheen te gaan, waardoor ze elkaar altijd kunnen helpen, mocht dat nodig zijn, halverwege. We staan als mens voor de taak om die universele broederschap steeds meer te beseffen en ernaar te leven. En dat houdt in dat we onze persoonlijke karakteristieken leren afstemmen eigenlijk op onze hogere natuur, op ons geweten en ons inzicht en ons eenheidsbesef. En dat kunnen we elke dag, elk jaar iets meer gaan doen. Iets meer gaan leven vanuit dat idee van universele broederschap. En daardoor ook een geleidelijk aan steeds ruimer denkende rol, steeds zelfstandiger rol, steeds inspirerende rol spelen binnen de mensen waarmee wij omgaan. En ook steeds meer kunnen laten zien dat groepsdruk op ons pad geen invloed kan uitoefenen. En dan zullen we misschien actief zijn in mystieke groepen, of misschien in mentale groepen, of in maatschappelijke groep, of in meerdere, maar in alle drie kunnen we veel betekenen. Want we worden de verandering die we voorstaan. Als we willen dat elk mens ontplooiingskansen krijgt, dan zullen wij daarvan een voorbeeld van zijn in de praktijk. Gewoon ten opzichte van de medemensen waarmee we samenwerken. Ten slotte, als er iets uit deze lezing naar voren komt, dan is het misschien wel dit. Het idee van een soort groepsafgescheidenheid is een illusie. Want alle menselijke groepen zijn deel van een eenheid, als de organen in het lichaam. We komen uit een goddelijk spirituele eenheid en we keren daar periodiek naar terug. Daardoor zullen wij in ons denken elke neiging om waarde toe te kennen aan uiterlijke verschillen in groepen, misschien toch onze eigen groep een beetje superieur te vinden over anderen, zullen we doorzien en onze medemensen herkennen als gelijkwaardige medebouwers van de kosmos. En dat is mooi verwoord, vinden wij, in een gedicht van Edwin Markham, een Engelse dichter. En even kijken, hier komt hij, het gedicht van Edwin Markham. We hebben het vertaald in het Nederlands en dan gaat het als volgt. Hij trok een cirkel die mij buitensloot. Ketter, rebel, een voorwerp van spot. Maar liefde en ik wisten te winnen. Wij trokken een cirkel waar hij binnen was. Kortom, denk universeel, handel lokaal. Dan is er nu weer tijd voor uw vragen, voor de derde ronde. Dus wij staan er weer voor open en tot over 3 minuten. Ja, hallo iedereen. En we gaan naar de vragen als er zijn, Radio. Ja, er is nog wel een vraag. En dat gaat eigenlijk over groepsdynamieken. En als je een dominant persoon hebt in een groep die je bijna niet bereiken kan met communicatie. Ja. Dus meestal heb je een gesprek waar de beide gesprekspartners zeg maar openstaan. En je inderdaad met begrip samen verder kan bouwen. Ja. Wat nou als dat niet zo is? Ja. En hoe kun je daar dan mee omgaan in een groep? Ja. En er zijn pogingen gedaan om die persoon te bereiken. Ja, zeker. Maar de pogingen, daar zit het er niet in. Nee, precies. Ja, maar iemand laat zich niet bereiken. Ja, om even. Dit is inderdaad een hele belangrijke vraag. En ik weet wel dat Godfried de Peruke wel eens zei, om even aan te geven dat het een probleem kan zijn, is dat als mensen niet willen luisteren, er is niets dovers in de kosmos dan een mens die niet wil luisteren. Ja, dat is, daarmee wilde je eigenlijk gewoon zeggen, is dat op het moment dat mensen echt wel bewust die, een bepaalde manier patroon hebben, een bepaalde manier van denken of zo, en helemaal niet open willen staan, het moet van binnenuit komen.
Dus er is altijd een zaak. En ja, en dan is het, ja, dan gaat het erom dat je dan toch probeert met de strategie van jouw beste inzicht, dat je dan kijkt in de mogelijkheden die zo iemand nog steeds biedt, wetende dat iedereen en een hogere natuur en een lagere natuur heeft, wetende dat iedereen heel veel levens heeft doorgemaakt en echt allemaal toch wel universele lessen heeft getrokken, misschien toch wel bepaalde idealen heeft of zo. En dus ook hier weer kan ik natuurlijk niet zeggen, dit is de truc, die zijn er niet. Een stukje begrip. Maar ik weet wel dat je soms op een gegeven moment kan ontdekken dat iemand ook zelf toch wel een soort ideaal heeft, een soort ethische norm. En dat je daar nog wel aansluiting op kan vinden. Bijvoorbeeld op het, ik noem maar wat, op een ethische norm van zorgzaamheid of zo. Of vakmanschap. Goede vakmanschap. Hè? En dan is iemand, ja ik speel wel, ik vind het wel heel belangrijk vakmanschap. Nou, en dan proberen via een vakman die persoon te bereiken. Of via, noem maar wat, iemand die juist heel zorgzaam is. En die iemand te bereiken. En ja, ik ben zelf leraar geweest en we hebben soms ook wel leerlingen gehad die heel moeilijk te bereiken waren in de puberleeftijd. En dan kan ik me goed herinneren dat we soms bij elkaar nagingen van, goh, welke docent heeft nog het meest contact met deze leerling? En dat lijntje vonden we altijd uiterst waardevol. En want die, daarmee konden we dan toch op een gegeven moment, ja, je zou kunnen zeggen, die leerling helpen. En dus het is zoeken waarbij niet automatisch garantie is, want het is uiteindelijk de vrije wil van iedereen om wel of niet te luisteren. En verder zou ik misschien toch ook wel willen zeggen dat als iemand door die houding eigenlijk functioneel niet goed functioneert in een groep, dan is het simpele feit, en dat klinkt hard, maar dat is gewoon mededogend, dan kan je iemand gewoon echt aanspreken op, jij zit hier voor die functie. Als jij helemaal niet in staat bent te luisteren, dan kan jij die functie niet goed doen. Dan geef je nog wel de kans om het te verbeteren, maar als dat steeds maar niet gebeurt, dan houdt het op. Ja, en dat zijn dingen die juist een mededogend mens, die zal zien dat dat hele belangrijke momenten kunnen zijn. Gewoon nuchter gezegd, ja, we zijn niet om de persoonlijkheid van de ander te dienen. Daar zijn we niet voor. Maar we kunnen er wel, laten we zeggen, rekening mee houden. Maar we zijn er niet voor om dat als de laatste doel vast te houden. Dus ja, ik hoop zo iets vanuit. Ja, het lijkt me best ingewikkeld. Soms zit iemand onbewust er ook zo vast in. Ja. Ja. Dat gebeurt natuurlijk ook. En je wil mensen ook niet te makkelijk laten gaan om. Zij moeten ook ergens terecht. Ja, alleen daar is een grens. Ja. Daar is een grens. Want dat is op een gegeven moment niet meer jouw verantwoordelijkheid. Als iemand wil gedragen op zo'n manier dat hij helemaal zichzelf eigenlijk buiten de organisatie plaatst. Want dat kan, hè. En natuurlijk geef je hem x kansen. Maar dan is het op een gegeven moment is een grens. Dat, We hebben nog een andere vraag binnengekregen. Nou hoop ik dat ik hem in één keer goed lees. Wat voor invloed heeft mijn zijn vanuit de verschillende groepen op en in mekaar? Dus bij de een ben ik ik-trekker of mede-ik-trekker? Of medewerker of visiteur, terwijl die betrokkenheid bij verschillende groepen anders is. Ja. Dus je kan bij de ene groep heb je de ene functie en de andere de ander. Ja, zeker. Ja. Ja, ik ben het helemaal eens met de vraagsteller. En dat is. En dat kan je zelf kiezen. Daar kan je heel wel bewust mee omgaan. En je kan op een gegeven moment, als je op een gegeven moment merkt, ik noem maar wat, dat je trekker bent en dat je zegt van, goh, eigenlijk is het ideaal. Ik probeer mensen te stimuleren om ook, laten we zeggen, iets belangrijks in zich te ontplooien. Dan zie je mensen die veelbelovend zijn en dan ga je op een gegeven moment wel bewust een stapje terug. Om ruimte te maken
voor degene die dan de trekker worden. En dan heb je wel de uitdaging om dan niet een bemoeial te zijn, voorbij je graf te regeren. Maar je kan dus wel bewust kiezen, oké, ja, ik zou nog steeds trekken, maar nee, ik doe het juist wel bewust niet. Zodat die mensen tijdig, veelbelovende mensen, misschien veelbelovender dan jezelf, de volle ruimte krijgen om hun vleugels uit te slaan. En zo kun je, ja, ik ben helemaal niet eens, daar kun je op een hele mooie manier mee omgaan. En ook gasten, is mijn ervaring, kunnen heel belangrijk zijn. Dat klinkt heel ondersteunend, bijvoorbeeld. Ja, ondersteuning, qua gedachten die soms even binnenkomen met een gast. En het simpele feit dat mensen er ook zijn voor de gasten. Dus daar zitten heel leuk om over door te denken. Dus graag nog meer vragen als in de komende, of volgende week bijvoorbeeld. Ja. Dit was inderdaad ook de laatste. Prima, de laatste vraag. Dan gaan wij nu afronden. Ja. En we hebben de volgende week geen normale lezing, maar een paneldiscussie. En dan gaan wij onze serie van januari daarmee afronden. Die paneldiscussie zal ongeveer lijken op wat we bij de vorige drie series hadden. Dat betekent dat wij een YouTube-sessie hebben. Er zijn drie blokken. Ik zal als het ware drie kleine mini-lezingen houden met een aantal belangrijke theosofische basisgedachten. Die veel te maken hebben met wat wij de afgelopen maand hebben met elkaar hebben besproken. En dan gaan we steeds na zo'n introductie, zullen wij dat koppelen aan bepaalde vragen, actuele problemen enzovoort. En daarbij gaat het niet alleen om mij, maar we hebben een panel van drie. Want waarbij wij eigenlijk nog beter uw vragen als het ware op verschillende invalshoeken kunnen beantwoorden. Dus dat zal de situatie worden volgende week. En u bent dan altijd weer hartstikke welkom. En dan eindigen we nu met de Gayatri, een oproep aan onze eigen hogere natuur. We hadden het al over de centrale rol van het zonnewezen in het zonnestelsel. Nou, in onszelf is er de centrale, diepste rol van onze goddelijke kern. En dat heet in dit geval in de Gayatri de gouden zon in ons. O gouden zon, met uw verheven luister, verlicht ons hart en vervul ons denken, opdat wij onze eenheid beseffend met het goddelijk hart van het heelal mogen zien en betreden het pad dat ons voert naar de poort, naar de verre poort der volmaking, geleid door uw stralend licht.